Ze hebben nog geen 1000 schaters in dat land. Maar dit is er eentje ook in opkomst hoor. Sonia Lafuente. En ook homegrown, dus traint volledig in Madrid, in Spanje. Geen buitenlandse coaches of choreografen. Nou, misschien Romain Hagenauer komt er nog een beetje bij. Maar kijk naar haar, die komt eraan. Drievoudige Rietberger met een dubbele toeloop. Weer goed, goede passen. En dan in die drievoudige toeloop. Goed. Dubbele aksel, geweldig, uit zo'n mond afgesprongen. Ik noteer alweer een foutloos secuur. Terwijl we richting het eind gaan van deze damescompetitie. Wat een niveau haaien. Ook van deze Sonia Lafuente uit Madrid. Gecoacht door Ivan Saez en Carolina Sanz. Dus er is geen woordje buitenlands bij. En ze heeft ook een hele stabiele techniek. Die Spanjaarden die hebben dus een klasje ontwikkeld 10 jaar geleden. Ze hebben hier hun dream team in huis, zeggen ze zelf. Al die rijders dus bij elkaar gezet en hebben zich ontwikkeld tot de topatleten. Het is ook één grote familie, de moeder zou ik bijna zeggen. Ja, zo noemen ze haar, de voorzitter van de bond, Maria Teresa Samaranch. Niemand minder dan de dochter van inderdaad. Het is één familie en dat motiveert elkaar gewoon enorm. Lafuente was 17e vorig jaar op de EK, maar het gaat dus nu veel en veel beter. Ze won dit jaar de Golden Spin in Zagreb. Nou, dat zegt genoeg. Ja. Dan reed ze ja, zeker net zo goed als vandaag. Het is gewoon heel stabiel en heel zeker. Alleen, ik denk, Kaya, het zou nu tijd zijn om een goede choreograaf in de arm te nemen. Ze moet nog een beetje in persoonlijkheid groeien. Ja, expressiviteit. We zien een promo voor het wereldkampioenschap in maart. Wereldkampioenschap kunstrijden natuurlijk. Dat gaat gebeuren in Tokio. En natuurlijk is Eurosport daar weer bij. Eind maart dus van 23 tot 27ste. Terwijl we hier nog naar Lafuente kijken in de slow motion beelden. Die ook uitstekend reed. Hoge moeilijkheidsgraad ook. Drievoudig gesprongen. De flip en de loot die ontbreken eigenlijk nog aan haar repertoire, maar die gaan zeker komen.
is in ieder geval foutloos. Dat je het als jij een goed programma rijdt, foutloos, maar met een goede techniek, dat je ook zonder die absoluut moeilijkste sprongen een heel eind komt. Ja, de basiswaarde is maar ietsje hoger van de Loets dan voor bijvoorbeeld de Rietberger. Dat scheelt 1 punt. Dus waarom dat risico nemen als je gewoon met een mooie, schone Rietberger die punten kan halen? Goed, Ira van nu 10e plaats, 50-90, daar gaan we haar mee vergelijken. Ze komt eronder. Iets eronder, 49.10. Ik denk dat dat aan de programmacomponenten ligt. Ja, dan scoort ze iets beter dan van nu, maar niet veel. In ieder geval 11e plaats, dat is heel heel goed voor haar. Dat betekent gewoon dat ze in de progressie zit, stijgende lijn ontwikkelt. Ze is volgens mij zelf ook niet zo blij.